Next op Bob Hutten, de man met 1400 mensen personeel. En dat noemt hij dan geen medewerkers, maar dat zijn samenwerkers. En hoor je dit? Dit is mijn dag. Leuk dat u er bent. Jongens, en als het regent, dan neem je toch gewoon even een pluutje mee? Vandaag niet nodig. Alles ben ik sterker dan BA. Vandaag ben ik de Guus geluk. Vandaag zit alles mee. Want nu heb ik... Daar is die. Ik krijg een Hans Kazanden gevoel hier. Hallo. Nou, we zijn gewoon te laat, want jouw parkeerplaats is gewoon al een attractie op zich. Ik bleef maar kijken. Paraplu's, bordjes, muziek. Leuk man. Heb je dat zelf bedacht? Ja, dat hoort bij gastvrijheidsarchitectuur. Ja. Om gewoon mensen te laten, zich thuis te laten voelen. Om ze vrij te maken. Om ze echt, zeg maar, dat ze hier mogen zijn wie ze zijn. Ja, dat is alvast gelukt. Ik ben helemaal thuis. Laat maar zien. Hier zijn we alweer aan het klaarzetten voor de partijen van morgen. En je moet weten dat dit bedrijf, dat levert iedere dag voor 10:30 aan 180 adressen. Dus door heel Nederland. We zitten in Sittard, maar we zitten ook in Groningen en ook in Amsterdam en ook in Bechel. Dus nou, het is een enorme logistiek. We beginnen straks om 14:30 beginnen we eigenlijk die spullen voor de laatste keer te verzamelen. En dan zijn ze dus voor 10:30 in die bedrijfshuis. Ongelooflijk. Ja. Je bent eigenlijk ook dan nog een soort ontwerpbureau daarbij. We trekken eigenlijk een stukje papier. Trekken we omheen en dan gaan we, zeg maar, flink brainstormen. Dus mensen pakken, zeg maar, kleurtjes en wasco en noem maar op. En dan gaan ze hier lekker flink brainstormen. Hier komen ze eigenlijk als het ware in hun kindstand. Hè? Dus dan hier, als je met kleurtjes aan de gang gaat, dan... Ja, dan gebeurt er iets met je dat je mag tekenen en schilderen en zo. En dat heb je nodig om hele creatieve concepten te hebben die, die los zijn van bezwaren en belemmeringen. Dus dat doen we hier. Ik wil ook bij jou werken. Is het mijn dag? Het is mijn dag. Het is mijn dag. We maken alles zelf. Ongeveer 85% van de producten, want koffie kunnen we niet zelf maken. Snap ik. En ja, dat vergt heel veel energie, maar wel ontzettend leuk om te doen. Dus je hebt ook echt heel veel voldoening van je werk. Het is mijn dag.